15, 4. Achter jou. Leuk, hè? Ja! Wij zijn thuis van de hockey. Maar het ging een beetje mis met elkaar. En, Floor, jouw eigen eerste taart. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zaterdagochtend. Nee, je moet niet uit, we moeten eerst ook praten. Het is zaterdagochtend. En de kindje is naar de hockey geweest. Nee, straks. Maar mijn liefje heeft al gehockeyd. Die heeft gewonnen met 15-4. Nee, niet uitzetten. Met 15-4. 15-4 was het, hè? En hoeveel had jullie gescoord? 5. 5. Heel goed. Maar ik weet niet zeker of ik er 5 had. Ik denk 6 of 7 of 5. Oh, oké. Okay. 6, 7 of 5. En Stan en Nout hebben ook al gespeeld. En die hebben vandaag de eerste wedstrijd in de tweede klasse gespeeld. Hoogste van de club, hè? Ja. En? 5-0 gewonnen. 5-0 gewonnen. Ging hartstikke goed. Ik heb niet gescoord op de stofverdediging vandaag. Ja. En wat ga jij zo meteen doen, wat lief? Logeren. Logeren bij opa en oma. En junior? Ga je ook logeren? Ja. En bij wie ga jij logeren? Ook bij opa en oma! Samen, hè? Junior wilde graag samen met zijn zus. Eigenlijk zou ik alleen gaan. Eigenlijk zou jij alleen gaan. Naar een eentje van slijm, naar de film. Maar toen was hij er niet. En toen waren junior Sinterklaas van. En toen dacht ik, die is ook wel leuk. Toen gingen we samen naar de opa en oma, hè? En nu gaan we samen de film kijken. Nee, nu nog niet, hè? Morgen. Volgens mij hebben Eline jou een beetje een strak broekje aangedaan. Of zullen we ze even een andere aan gaan doen, Dotje? Want deze is een kniebroek geworden. Deze vind ik leuk. Ja, het is een beetje kniebroek met die sokken. Het is een beetje piepo. Beetje piepo. Beetje piepo ben jij. Of niet? Beetje piepo. Nee, mama die had al kleertjes voor jou klaargelegd. En toen kwam Eline en toen zei Eline, ik ga hem aankleden en die heeft dit bij jou aangetrokken. Terwijl ik al kleren klaar had liggen. Ja, en nu ben je een piepootje aan de piepan. Het is wel een beetje kort dit dus, schatje. En Stan, oh jee, jij gaat straks nog een wedstrijd spelen. Ja. Met de jongens, A. Zo meteen gaan we bij Merel en Eline kijken. Die moeten ook nog spelen om 2:30. Maar Merel is ook weer terug van het werk. De kleren zijn klaar en ik wilde eigenlijk met jullie samen kijken hoe het eruit ziet. Hier staan ze. Achter jou. Oh, de hockeykleren, ja. Of het is wat je ervan gedacht had. Nee. Ben hier even aan de kant. Oh, je schakel. Nee, hier, oh, er rennen er 2. Oh nee, ik heb hem nog niet. Ja, zo kan het ook. Ja, ze moeten ze wel netjes weer terug, hè, vrouw? Ja, neem ze zo meteen mee, toch? Ja, dat is één. Dit is de kleine. Ja. Leuk, hè? Ja, mooi, hè? Dan moest om over dat logootje heen te komen, oh, zeg maar. Oh, dit is ook mooi. Daar staat Maddie's op, hè? Dit Maddie's en Roots staat erop. Kijk, dit is ook leuk. Ja, en laat kijk eens even met de sokken, die zitten er ook in volgens mij. Zit er ook sokken, ja. Denk ik. Ja, dat maakt toch niet uit. Ze stik schoon hier. Oh. Welke speler ben jij? Dat gaan we. Ja, en sokken! Ja, leuk hè, met dezelfde kleurrols erbij. Matcht wel heel erg, ja. En ja, dan? Ik had expres een sokken meegegeven, zodat zij de goede kleur folie kon pakken voor de truien. Wow, dat is heel veel sokken. Ja. Rugnummer heb jij? Ik ben nummer 5. Kan jij een hele grote tas pakken? Een shopper. Ik pak wel, oh, zo'n Efteling. Pak maar zo'n Efteling nu de shopper. Leuk, hè? Ja. Het is jammer dat jullie vandaag thuis spelen. Ja. Nee, dan kun je ze uitdelen. En dan kun je ze volgende keer... En zo meer op nummer 3... Alsjeblieft. Met een paar nummer 1 is
voor jou. Met een paar sokken. Alsjeblieft. Nou, een paar sokken had je. Oké, dan alsjeblieft. Wij zijn thuis van de hockey. En het is zo koud. Dus we nemen een bakje thee, wat we eigenlijk nooit drinken bijna. Nou, en weet u wat het ook is? Je hebt jouw jas nog aan, dat is ook nooit. Nee, we moeten wel net uit gaan doen. Oh, oké. Het is echt heel koud. We zijn helemaal ondergekoeld. Twee wedstrijden gekeken. Ja, want 3 uur buiten gestaan. Die vielen in bij een ander team nog na. En we gaan een bakje thee drinken. En dan zullen ze het zo zijn. En dan zullen we staan koken. Het is echt ook wel donker. Het is al echt zo'n winteravond. Ja. Het is echt al heel donker. Kunnen we daar alleen geen kerstlampjes buiten? Nee. Eigenlijk kun je nu gewoon al kerstversiering. Dan heb je gewoon heel gezellige maanden. Ja, dat is heel snel gaan doen. Ja. Normaal deden we dat altijd Sinterklaas. Ja, 6 december. Ja, dan kan je de boom nog wel doen misschien. Maar ik vind, ja, waarom niet? Dat wel te gaan doen, ja. Dat is wel een goed idee. Ja, ik vind, dat geeft wel zoveel sfeer. Ja. En dan een beetje zo'n lampje en zo. Nou, dat zullen we zo vandaag aan denken. Ja. Sophie heeft het koud, want ze zit daar bij de warm. Ja, maar de is nee, ja, dan is het warm genoeg hier. Ja. Maar wij zijn kouwig van het veld. Zijn jullie ook koud, meiden? Ik heb gewoon een looplus. Ja? Jullie hebben goed gehockeyd. Merel had zelfs gescoord. Ja, het is niet zo heel goed gelukt. Oh, het is een beetje mis met chocola, maar hier is de Twix-taart! Hebben jullie een Twix-taart gemaakt? Ja, alleen is het niet heel mooi. Het is de eerste taart die we ooit hebben gemaakt zonder bakmix. Dus ik vind het best goed. En hoe heb je dat ontdekt? Op TikTok. Een TikTok. Twix-taart. Er zit een Twix in. Nee. Karamelkoek en chocola. Gewoon Twix, maar dan springbroom. Doe het maar eens snijden dan. Ik wil er wel eens proeven. Ik ben echt bang dat moeten wij die in de bakkerij ook gaan maken? Nee. Nee. Ik weet het niet hoor. Nee. Dus moet je even een mes pakken. Ja, maar ik weet niet hoe je die springbroom moet maken. Oh ja, zo. Oh, hij is al los. Het ziet, yes. Het ziet er eigenlijk best lekker uit. Ja, je moet een klein mesje, een aardappelschilmesje zeg maar. Geen koksmes. Het is alleen wel ook een hele dunne taart. Ja, wacht heel eventjes. Nou, trek hem maar kapot dan. Het is een hele dunne taart. Normaal is die erg zo dik. Maar het ging een beetje mis met de camera. Ik vind het wel mooi uitzien. Het ging ook een beetje als je die bovenkant mooi hebt. Nou, Floor heeft de camera. Is het wel leuk? Ja, als Floor heeft het cameraatje vasthoudt. Wie durft er? Ik. Ik moet morgen wel werken, hè? Dus? Ja, er zit rattengif in. Ja. Oh, er zit nog een bodem op natuurlijk van die. Ja. Springvorm. Dat hier is nog dunne. Heb je dat gebakken in de oven? Ja, en ook in de koelkast. Hij moest eerst in de koelkast. Hij is niet helemaal gaar, maar dat is niet zo werk. Oh, Eline gaat als eerst. Je moet volgende keer wel nog een bakpapiertje eronder doen. Ja, ik zei ook niet zo heel erg, maar... Ik zei nog een moet bakpapier onder. Floor zei nee. Maar toen daarna zag ik en, wel dat er is het lekker? Ik wil ook en, is het lekker? Alleen die onderkant. Het is wel lekker, man. Het is eigenlijk wel een heel leuk idee. Ja, het is best wel lekker. Gewoon een lekkere koek, karamel, chocolade erop. En dan eigenlijk een soort... Het duurde alleen wel echt heel lang, maar wij moesten ook... Dan we in de bakkerij een soort vierkante Twixen maken of zo, zeg maar. Dan kun je veel ribbels mee. Ja. Ja, goed idee. Maar zo'n bodem is wel lekker. Zo'n bodempje van een soort koek en dan karamel erop. En was zonder ei, hè? Dit is lekker zacht. Schoon, zonder ei. En zonder melk. Schoon bloem. Nee, wel met slagroom. Het is met bloem, zoutsuiker en boter. Zullen we een verbakflix maken? De koek moet wel iets crispy zijn. Als je zo in een jawel, als je hem moet bij kan. Ja, dat moet goed krokant zijn. Ik vind het juist wel lekker. En, Floor, jouw eigen eerste taart? Niet mijn eerste taart. Ik doe hem wel lekker. Van lekker. Mm. Mama, wil je het stukje? Ja, heel klein stukje. Pas maar op met dat mes, hè, want het is heel scherp. Hè. Pas op zo, hè. Als je doorschiet. Dat schiet je door, hè. Ja, dat vind ik wel een beetje eng, hè. Nee, het lukt wel. Hey. Die is van mij. Het zit geen nootjes wel. In, hè. Hebben jullie... Nee. Hebben jullie zelf die karamel gemaakt? Ja. Gewoon, nee, niet gemaakt. Maar gesmolten. Oh, gesmolten. Ja. Dacht jij dat we het zelf hadden gemaakt? Ja. Dan ja. Moet je karamel zelfs vinden. Klein, heel klein puntje. Ja, maar een hapje van mij.
Ja, ik vind het wel lekker, maar ik wil eigenlijk niet te veel eten. Dan blijf je opeten. Nou, dat is een goed teken. Als papa hem op wil blijven eten, dan is het een goed teken. Nou, de volgende keer de koek iets harder bakken. Papiertje eronder. Oh, ja. Dat is goed dan, meisje, dank je. En die chocola heb je ook gesmolten en erop gedaan. Ja, er lagen hier nog van die gekke rondjes, dus. Ja, dat zijn kellets, noemen we dat uit de bakkerij. Dat is wel heel lekker. Ja? Die boter vind je juist wel lekker. Ja. Nee, ik vind dat die... Een beetje boterkoek achter je. Ja, een boterkoekbodem. Oké. Best lekker. Nou, dit zou ik dus heel leuk vinden. Bij de IT. Ja, of gewoon in de lunchroom als taartje bij de koffie bij je kan bestellen. Ik heb het gepakt. Nee, dan kom dat ik een stuk eten. Ja, dan noemen ze ook wel, sommige mensen wel een aardappel in de keel. Ik heb een stuk twee. Dan praten ze zo. Ik begon een stukje. Ook een stukje. Durf je van mij wat van gehapt hebt? Ik heb er zoveel honger. Dat is van het sporten. Ik heb wel van die leuke taartjes die ik dan in de lunch doe, maar de koffie hebben ze appeltaartjes. Ja. Echt heel leuk. Heel leuk. Blijft ook goed. Dat is niet met slagroom allemaal. Nee, dat is... Kan bijna niet fout gaan, hè? Floor en ik maken ze wel. We hebben een heel lekker eigen caramella recept. Dat heb ik van een hele goede patissier gehad. Uit Gelderop. Jacques van Bracht. Zit in Gelderop. Ja, Eline, dat moet jij later als je 18 bent naar rijbewijs hebt nog even een maandje stage gaan lopen bij Jacques. Kun je mooi bij oom Giel blijven slapen? Jawel? Tuurlijk wel. Dan ga je echt gewoon een maandje bij Jacques werken. Echt heel veel leren. Mag ik een klein stukje taart? We hebben al een halve taart op. Papa, wil je TikTok zien waarvan we bananen hebben? Nee, hoef ik niet te zien. Ik vind het echt heel lekker. Er zit hier chocola. Heel lekker. Ik vind het echt heel lekker. We hebben een fan. Zeg ze voor mij nooit. Vaker maken. Zullen we een verbakflex gaan maken? Ja, ik doe mee. Ja, dat gaan we met z'n drieën doen. Ja? Ja. Nou, dit was dan onze vlog voor vandaag. Allemaal. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Dat is niet zo slim. Hele lekkere donuts. Ik hoorde dat je in slaap was gevallen. Kijk hier, die stallers goed bezig zijn. Je hebt je examenfeestjes en stunt en noem maar op.